Have you looked me in the eye and truly seen what was there? Not who you are, but who am I? How many times have you judged me in your mind? Called me names, clipped my wings so I wouldn't fly. People are just people, we are yearning to be free. All the broken-hearted heroes will go down in history. I know we can't stop fighting, although it takes a toll. We are stronger than an army, stronger as a whole. Yes.
Kun je helpen? Ga je ook? Ik heb hem nog steeds. Ja. Ik ben hem nog steeds in de spijt. Mag ik misschien twee uur zes weer? Oké. Iedereen is welkom, ook hier in de Damstraat in Zaandam. We zijn hier met een reden. En de reden is dat het Pride is. En Pride hier in Zaandam is de eerste keer dat er een Pride is. En het is zo nodig. En dan mogen zijn wie we willen zijn, of niet? Hoe vind je het nou dat er voor het eerst een gay pride is hier in Zaandam? Nou, erg leuk. En het enthousiasme springt er vanaf. De mensen organiseren gelukkig heel veel. Maar ja, de Zaandammer die blijft stug wat dat betreft. Dus het moet toch, ja... Het komt vaak voor dat, ja, stel je voor dat je je buurman tegenkomt of wat ook. En ja, het moet echt, ja... Het kost heel veel moeite, maar het moet gewoon even van de straat komen. Ja, heb je wel het gevoel dat het hier in de Zaanstreek geaccepteerd wordt, wie je mag zijn, hoe je bent? Als je met de Zaandammer zelf spreekt, dan is het geen probleem. Maar ben je met een koppel of iets dergelijks, dan heb ik toch wel makkelijk de discriminatie. Ik kom ook net van het station aflopen en net met carnaval hier zo. Je loopt net voor het station af, maar... De stoet loopt voorbij en voor de rest gaat het leven gewoon door. Dus ja, en je woont hier vlakbij Amsterdam. Dus ja, het is... Je kan veel makkelijker naar Amsterdam dan in Zaandam. Het zal, ja, ik hoop dat het ooit nog eens een keer goed gaat komen. En dan gaan we aan werken. Maar ben je bang om over straat te lopen in je artiestenoutfit? Nou, ik zou het absoluut geen seconde... Ik moet wel degelijk iemand bij me hebben. Ik zou het absoluut niet durven om het alleen... aan te kunnen om zo over straat te lopen. Nee. We zagen het net, hè? We liepen hier over de Dam in Zaandam en je zag mensen ook heel naar kijken naar je. Ja, nou ja, dat zeg ik, dat is gewoon de onwil. En de vrouw die zal het inderdaad eerder leuk vinden om op de foto te gaan. Dus ik vraag ook al wel degelijk altijd om de glimlach, om het met de man te doen. Maar ja, het is absoluut, ja, weinig toeristen wat dat betreft. Dus ja, Zaandam kent het wat dat betreft helemaal niks. En wat kan Zaanstad daaraan doen? Het publiek moet het gewoon loslaten. Wees niet bang dat je je buurman tegenkomt. Doe gewoon. Ik doe toch ook gewoon. Ja, ik heb het natuurlijk wel zo dat zodra ik het masker op heb, ja, dan ben ik een ander persoon. En dan ken ik dus gelukkig mijn eigen zijn. Maar ik heb heel veel respect voor de mensen die dus transgender zijn. Die zich laten ombouwen. Daar heb ik heel veel respect voor. Daar wil ik ook altijd graag mee in gesprek. Een goede vriendin van mij is Jennifer Hopeless. En die kan dus ook, die is ook al druk bezig met een taxi te krijgen als gekleed zijnd. Maar die zit al 30 jaar in het vak en die krijgt nog steeds geen taxi. Dus hij heeft ondertussen wel een menigte om zich heen gemaakt om een taxi te krijgen. Maar hij moet aankondigen dat hij gekleed is. Kan eigenlijk niet. Nee, maar dat gebeurt gewoon. De Gay Pride was vandaag. Doet de gemeente hier genoeg aan deze Gay Pride? Nou, zover ik heb begrepen van menige mensen die ik gesproken heb, de Pride Walk die is blijkbaar heel goed bezocht. Men is gelukkig nu blijkbaar in de Bullenkerk. En dus ja, we moeten het publiek afwachten. En als dat hier is, ik denk wel dat het enthousiaster wordt. Dat denk ik wel. People are just people, we are trying to be free. And all the broken hearted heroes are going down in history. We won't stop fighting. Fighting for what's right, we are wider than the ocean.